Sanwa TV heeft vandaag een gesprek gehad met Rabin Parmisser, fractieleider van de NDP. In het gesprekmoment hebben wij gesproken over de KKV, koopkrachtversterking. De heer Rabin Parmisser gaat hierop in en zegt het volgende. Dankzij de Almachtige goed, gezondheid goed. En dat geeft me ruimte om krachtig te kijken met elkaar naar de ontwikkeling in het land. En zeker vanuit de NDP kijken we naar een aantal situaties wat alarmerend zijn. U begon over de koopkrachtversterking. U weet, in de afgelopen periode, niet maanden, maar ook jaren sinds deze regering, zijn er enorm veel maatregelen getroffen waarbij het leven van de mensen zwaarder is geworden. Goederen zijn duurder geworden. Kijkt u maar naar de prijzen van de consumptiegoederen in de winkels. In de marge, en men praat er vaak met in andere termen erover, in de marge is de AOV een klein beetje verhoogd. Ja, van 750 naar 750. Dat is 2,5 maal. Maar als u ziet, wat de prijzen in de winkels zijn minimaal 5, 7, 8 maal omhoog gegaan. Ja? Wat heel erg is, dat we, en eigenlijk, IMF moet deze regering op de vingers tikken. Dat is zo schandalig. Ze willen niet luisteren naar de NDP. Dingen die ik aangehaald heb. Maar zelfs IMF tikt de regering op de vingers van de mensen hebben het moeilijk. Het sociaal programma komt niet van de grond. Ja, kunt u dat herinneren. Want menselijkerwijs moeten we dat ook inzien. Nou, dat komt maar niet en nog steeds niet. U merkt de beloftes van de regering. Links en rechts worden beloftes gedaan. En ik kom op een paar met uw medewerking. En dat wordt niet nagekomen. U bent begonnen met de koopkrachtversterking. Het is toch zo schandalig. Dat in het verleden vele beloftes zijn gedaan. En marginaal. Of helemaal niet. Ja, zijn toegekend aan de sociaal zwakker in deze samenleving. Nu komt de koopkrachtversterking. Publiekelijk heeft de minister van Sociale Zaken verklaard dat de koopkrachtversterking per laatst vorige week woensdag zou ingaan. De mensen zouden per woensdag op hun bankrekening iets zien. Wel, ik weet niet hoeveel mensen dat hebben ontvangen, maar het gros van de mensen die ons bellen, dat is dat ze niks en nogmaals niks daarvan hebben gemerkt wat betreft de koopkrachtversterking. Ik vind dat heel erg, want juist deze groep die het heel moeilijk heeft. Er zijn een grote groepen mensen die alleen van de AOV het moeten doen. Ja? En de koopkrachtversterking in deze tijd zou hun goed van pas komen. Laten we dat goed vaststellen. Niet iedereen heeft naast AOV ook andere inkomens. Ja? En die groep, vooral die groep die geen andere inkomens heeft, daar is schandalig dat hij een belofte doet, ja, aan de mensen publiekelijk als minister, dus als regering. Ik heb het niet over de minister als persoon, maar als regering. En dan kom je niet na. En zo merk je op andere gebieden ook, ja, dat er beloftes gedaan worden. Maar laten we hopen dat we hierbij blijven. Dat zeker wat die koopkrachtversterking betreft aan de AOV'ers, zeker aan de mensen die geen andere inkomsten daarnaast hebben, dat er met de grootste spoed de hele groep die belofte nagekomen wordt. Liefst vandaag dan morgen. Ik wil kijken uit en ik doe van hieruit een oproep om de regering om nou voor zeker deze groep die het heel moeilijk heeft, dat ze dat tegemoet komen, de beloftes die u gedaan hebt. Het is inhumaan dat deze mensen op dat niveau moeten doen, op dat niveau moeten leven. En erger is nog dat u als regering belooft en uw belofte niet nakomt. Dus tegen die achtergrond doe ik een beroep, ja, dat de regering zo spoedig als mogelijk, ik herhaal, liefst vandaag nog, ja, die gelden overmaakt voor deze groep in zijn totaliteit. Deze regering heeft alles behalve sociaal beleid. Het sociale, die solidariteit met de mens, maar vooral met de minder daadkrachtigen, is totaal afwezig. Laten we dat goed vaststellen. En mocharing en chimonichinzo. En zoveel maatregelen nogmaals zijn getroffen. Licht, water, koersen, noem maar op, alle fronten zijn er zaken gedaan. En keer op keer zijn de beloftes gedaan. En wat merkt u?
Er is zoveel miljoenen op het kabinet van de president. Zoveel miljoenen geld is er gereserveerd op het groene kabinet van de vicepresident. En op diverse ministeries ook, zoals financiën en regionale ontwikkeling, om maar wat te noemen. En dan is keer op keer heb ik de vraag gesteld, welk deel, welk doelgroep en voor waarvoor zijn de middelen van de diverse instanties zoals ik daarnet heb genoemd. Dus welke groep gaat de president, de begroting van de president, ja? Welke groep en waarvoor? En dat geldt voor de vicepresident, dat geldt voor financiën, voor RO en noem maar op. Never, nooit een antwoord. Welke overlappingen zijn er? Ja, toch? Maar als je zo voor sociale gevallen, voor sociaal beleid die middelen hebt, dan moet er toch duidelijk zijn welke instantie, waarvoor precies, dat er geen overlapping komt. Maar dat verbaast ons niet. Je hebt gemerkt, in het recent is er gebeurd in het verleden, dat het via de politieke partijorganen zaken verdeeld worden, pakketten, etc. Geen transparantie wat dat betreft. Dat er via NGO's, laat me het zo stellen, dat er verdeeld wordt, kerken en andere organisaties. Dit soort zaken zijn zeer onduidelijk. En daar heb ik het niet eens over hoe de zaken gekocht worden. Geen openbare aanbestedingen en dat soort zaken. Dus kortom, op dit gebied is er geen sprake van transparantie. Dus de spullen komen niet waar het moet komen. Heel wat mensen, en daarom heeft IMF ook gezegd, die groep, let u daarop. Ja, uw sociaal beleid, u hebt zoveel geld gereserveerd, maar dat komt niet bij de doelgroep aan. Dat is een andere zaak wat u zegt, de regering geeft veel geld uit. Ja, dat is een ander chapiter. Waarvoor ze geld uitgeven, dat is een andere zaak. Dat is een heel programma waard. Als u niet erg vindt, dat gaan we gaan uitstellen. Ja? Maar met uw medewerking wil ik de nadruk nogmaals leggen op de groep die het moeilijk heeft, die koop. Krachtversterking. Regering, minister, na jou taki tak, na jou mofa taki tak, taki bo, de money bo, dit op de bankrekening per woensdag laatst. Hoeveel dagen daarna? Ja, bijna een week verder zijn we. En die mensen hebben niks gezien op de bankrekeningen, al die mensen die ons bellen. Welke groep hebt u gestort? Wie? Laat het duidelijk zijn, transparantie.